De brandweer heeft vanmiddag een brand geblust aan het Damsterdiep. De brand was ontstaan op het dak door werkzaamheden. De vlammen sloegen even uit het dak, maar de brandweer had het vuur snel onder controle. Tijdens dakwerkzaamheden is er een brand uitgebroken op het dak. We kregen direct op de meldkamer veel telefoontjes uit de omgeving dat veel mensen ook vlammen uit het dak zagen slaan. Dus eigenlijk hebben we direct besloten om 2 blusauto's en een hoogwerker ter plaatse te sturen. 1 persoon woonde in de woning onder het dak en kwam met de schrik vrij. De bewoner krijgt begeleiding in afhandeling van de schade. Op het eerste gezicht lijkt de schade mee te vallen en ook de brandweer beaamt dat het veel slechter had kunnen aflopen. De schade valt mee, het had veel erger kunnen zijn omdat we er snel bij waren. Dus het is vooral het dak zelf wat schade heeft opgelopen. Maar ja, natuurlijk bij bluswerkzaamheden een hoop water en rook. Dus ook aan de woning zelf is schade ontstaan. Over de precieze oorzaak is nog weinig bekend.